Goedenavond, welkom bij het COVID-19-journaal. President Santokki begon zijn adel eerstejaarrede met 1 minuut stilte uit respect voor de door COVID-19 getroffen families en ter nagedachtenis aan alle in ons land gevallen COVID-19-slachtoffers. Volk van Suriname, landgenoten, goedemorgen. Graag wil ik deze bijzondere bijeenkomst beginnen met een moment van stilte ter nagedachtenis van alle slachtoffers van het coronavirus. Dit virus eist ook in ons land zijn tol. Naast alle schade aan de economie en ons bestaan is er ook het menselijk leed. Laten we dat menselijk aspect niet vergeten en degenen die het van nabij meemaken steunen. Tegen de nabestaanden zeg ik, de natie deelt uw verdriet en de natie is met u. Aan de totale zorgsector zeg ik, dank voor uw bijdrage om het COVID-19-virus zo goed als mogelijk onder controle te krijgen. Ik vraag u beleefd om op te staan en 1 minuut stilte in acht te nemen. Actueel in het nieuws is dat de dorpen Apura, Section en Washabu vanaf vandaag tot en met 12 oktober in totale lockdown zijn. Dit komt omdat na deze woongemeenschappen in het Kabalibo Resort vorige week met een lokale COVID-19-uitbraak te maken kregen. De dorpen zijn afgegrendeld, maar de zaak is vooralsnog onder controle. We hebben een situatie in Apura waarbij in ieder geval de afgelopen week geconstateerd is dat er een lichte stijging is van gevallen en er sprake is van een lokale uitbraak. En we hebben de missie van artsen gelijk ernaartoe gestuurd. Het BOG heeft ingegrepen. Het verhaal is dat er 1 persoon ziek was, de preventieve maatregelen niet nauw genomen werd en de persoon in staat geweest is rond de 14 personen te besmetten. En dit heeft gemaakt dat wij als overheid op beleidsniveau hebben besloten vanmorgen in overleg met minister regionale ontwikkeling en sport dat de DC is geïnstrueerd om het gebied Apura, Washabu en Section in een lockdown te plaatsen. Dus het gebied Apura, Washabu, Section zit momenteel in een lockdown, waarbij u het zo moet zien dat de mensen het gebied niet binnen mogen en uit mogen zonder toestemming. En het gebied natuurlijk voorzien zal worden van voeding, medicatie en het gebied de mensen eruit mogen gaan voor medische doeleinden. Tevens is er een missie die in dat gebied actief is en kijkt naar plekken waar mensen geïsoleerd worden, quarantaineplekken, maar ook suspect cases, dat wil zeggen mensen die verdacht worden van COVID, op een adequate manier opgevangen kunnen worden. De meeste mensen die positief getest zijn, zijn ondergebracht op een locatie en ook zijn er een aantal mensen vervoerd naar Nieuw-Nikeri in het staatslogeergebouw in quarantaine geplaatst. Wij geven u heel binnenkort en proberen dat dagelijks te doen, updates over Apura, omdat dit onze aandacht op dit moment vergt. Ook is besloten dat met de lokale autoriteiten aan de overzijde, namelijk Guyana, bekeken wordt om de situatie al daar ook gesloten te houden. De strijd tegen COVID-19 kost het land handenvol geld. Gezondheidsminister Ramadin heeft in dit verband meegedeeld dat op de begroting 30 miljoen SRD per maand is opgebracht om de COVID-zorg zo goed als het kan te garanderen. In ieder geval zal ik een begroting maken voor de periode vanaf mijn aantreden als minister. En ik heb een begroting gemaakt voor de COVID-zorg en
daaraan hangende investeringen die gepleegd zijn door met name de ziekenhuizen. We hebben de posten zo'n beetje in kaart gebracht en ik kom op een bedrag van rond de 30 miljoen SRD per maand. Dat is wat is gevraagd aan de minister van Financiën om dat ter beschikking te stellen na natuurlijk gedegen onderbouwing en goede verantwoording. Denk ik dat de minister van Financiën daarover een besluit zal nemen. Maar ik mag u alvast zeggen dat de gelden voor de COVID-toelagen voor de maand augustus inmiddels zijn gestort op onze rekening. En dat wij drukdoende zijn om die toelagen, zoals beloofd, aan het zorgpersoneel en artsen en andere technisch ondersteunend personeel van ziekenhuizen de komende week, of althans deze week, de begrotingen van de ziekenhuizen binnen te krijgen. En dan gaan we dan de overmakingen deze week doen naar de verpleegkundigen en anderen over de maand augustus. En dan krijgen we hopelijk volgende week weer een kleine injectie van de minister van Financiën om de maand september ook correct af te handelen. Het is voor iedereen duidelijk dat ook het nieuwe schooljaar onder bijzondere omstandigheden zal beginnen. Er is hard gewerkt om de scholen COVID-19 veilig te maken en in de uitvoering zullen onze onderwijzers, ouders en leerlingen er het beste van moeten maken. De klassen worden kleiner en het niveau van sanitatie met de aanwezigheid van wastafels en handsanitizers is verhoogd. Voor wie de school niet fysiek kan bezoeken, zal een speciale vorm van thuisonderwijs op maat naar plaats en omstandigheid worden aangeboden. Ook het vervoer van schoolkinderen zal volgens de geldende protocollen worden afgewerkt. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaf met name ouders en verzorgers de zekerheid dat scholieren op donderdag 1 oktober aan een goed, maar bovenal COVID-veilig schooljaar beginnen. Eén ding is belangrijk. We zijn een beetje overtuigd van het feit dat het toch goed zal lopen, omdat we zeer verantwoorde directeuren en schoolleiders hebben en zeer verantwoorde leerkrachten en docenten hebben. Ze hebben in de afgelopen maanden bewezen dat ze zich zorgen maken, maar dat ze ook ervoor willen zorgen dat we een heel goed schooljaar hebben. Dus onze manier van communiceren met de school en met vooral de ouders is via het schoolhoofd. Het is een enorm netwerk, het is een belangrijk netwerk. Zij hebben contact met hun leerkrachten, de leerkrachten hebben contact met hun kinderen en de ouders. Dat is ons netwerk en we zijn elke dag in contact. En elke verandering gaat via hun naar de grote scholengemeenschap en leerlingengemeenschap. De schooltijden zijn normaal van 8 tot 1, maar er zijn aardig wat pauzes tussendoor om de kinderen de gelegenheid te geven hun mondkap af te doen en even te bewegen op het schoolerf. De instructies met betrekking tot de grootte is wel zo dat de schoolhoofden en de directeuren moeten kijken naar de omstandigheid. Want als je bijvoorbeeld een hele kleine klas hebt, dus een heel klein lokaal, dan kan je soms maar 8 kinderen in. Heb je een heel groot lokaal dat groter is dan 7x7, dan kun je soms 1 kind er extra bij. Maar het aantal is 10 in een klas van 7x7. Dan heb je het probleem van, als je dat doet, kunnen de kinderen niet elke dag naar school. De kans is dat ze maar 2 dagen per week naar school kunnen. En dan moet er thuis gewerkt worden. En voor dat thuiswerken is er een heel team aan het werk geweest, ook in de vakantie. En er zijn dus speciale programma's ontwikkeld, meer met betrekking tot wat is werkelijk mogelijk. We hebben rekening te houden met verschillende aspecten in het land. Er is niet overal internet en er is zeker niet overal elektriciteit. Dus we werken niet vanuit één niveau. Er zijn verschillende vraagstukken die op verschillende momenten spelen, in verschillende plekken. Van Suriname. Suriname is geen Paramaribo. We hebben de afgelopen 2 maanden van alles meegemaakt, wat normaal is. En eerlijk gezegd, wij raken nooit in paniek op het ministerie van Onderwijs.
als er bijvoorbeeld in Maruwijnen is langer gesloten geweest dan andere districten, dan maken we daar een speciaal programma voor om in te halen waar mogelijk. Stoelmans Eiland, het vliegtuigje vertrekt niet op de dag waarop het examen gedaan moet worden. Geen paniek, we gaan het oplossen. We lossen het op een manier op die in het belang is van de kinderen. De minister van Justitie en Politie merkte op dat ondanks de daling van besmettingen op de COVID-19-teller, de politie al dan niet in samenwerking met essentiële overheidsdiensten de controle op naleving van COVID-19-protocollen zal opvoeren. Vooral bezoekers en promotors van de zogenoemde superspreading events, hiermee bedoelen we grote en nu illegale feesten, zullen zonder pardon worden aangepakt. De samenleving kan vanaf deze week dit soort samenkomsten in stad en land met groot besmettingsgevaar aangeven bij de politie via de kliklijn 105. Het gaat de goede kant op, moet ik zeggen. Maar wij van de handhaving, met name het ministerie van Justitie en Politie, / Korps Politie Suriname, met ondersteuning van de bestuursdienst, Defensie, Leger, arbeidsinspectie. Ik wil aangeven dat wij niet gaan slabakken. Wat vaak voorkomt is dat nog steeds mensen zijn die deelnemen aan huisfeestjes. Ik moet aangeven dat wanneer iemand een feest organiseert, jij als individu die deelneemt, je ook een eigen verantwoordelijkheid hebt. En we gaan jullie bekeuren. Laat mij dat duidelijk zeggen. We gaan jullie bekeuren. De individuen die nog steeds deelnemen aan huisfeestjes en dergelijke. We gaan heel streng tegen jullie optreden. Waarom? Omdat de gemeenschap beschermd moet worden. En het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We hebben zo vaak aangegeven dat de handhaving er niet is om mensen te straffen. Het is er, we doen het, niet om u onaangenaam te zijn, maar het is ter bescherming van de gemeenschap. Ter bescherming van de gemeenschap. Laat mij dat nog eens benadrukken. Op 1 oktober, waarschijnlijk 2 oktober, gaan we de launch hebben van een aanmeldingsnummer, een alarmnummer, voor de COVID Quick Response Team. Het nummer wordt 105. En wanneer mensen informatie hebben over overtreders, het zij dat je buren of in de straat bij jou een feest wordt georganiseerd, dat er mensen zich ergens ophouden, dat u dat doorgeeft aan het COVID Management Team. U moet zich niet als een verklikker voelen, maar we vragen uw medewerking om de gemeenschap veilig te houden. Uit alles wat naar voren is gekomen in dit journaal, blijkt steeds opnieuw dat we zelf verantwoordelijkheid moeten nemen door de regels stipt op te volgen. Je niet aan de regels houden werkt alleen maar meer zieken in de hand en levert ook alleen maar meer druk op voor onze regering, onze gezondheidswerkers, politie, bestuursdienst, het leger en andere essentiële diensten. Hoor u naar de regel COVID-19.